Zelf vertegenwoordig ik de organisatie Verlicht MS. Dat is een groep sportievelingen die zich inzet voor de MS-liga gedurende donkere maanden rond kerst. Wat doen wij? Wij verkopen lampjes ten voordele van de MS-liga. En met die opbrengst proberen we de ziekte MS te verlichten, letterlijk en figuurlijk dan. Het is natuurlijk goed dat we een familie of een sportieve familie als agent ons ondersteunt. De grootste sportieve familie van Oost-Vlaanderen, zeg ik graag. Dat betekent voor ons natuurlijk een enorme boost, hè, dat we Hans die familie achter ons hebben en ook de MS-liga vindt dat natuurlijk fantastisch. Hoe ziet de actie er concreet uit? Concreet betekent het dat wij zijn van oorsprong allemaal lopers en fietsers. Wij trainen veel in het donker. Dat betekent dat wij in die donkere maan ook verlichting nodig hebben en wij verkopen lampjes. Natuurlijk, zo'n lampje is ook een leuk supporters gadget. De Gelamco Arena is het best verlichte stadion van het land, zal ik maar zeggen. Dus wij hopen ook lampjes te verkopen voor de supporters van A-Gent. Jullie gaan dat doen naar aanleiding van een wedstrijd, hè? Ja, wij gaan dat doen voor de wedstrijd tegen Moeskroen eind november. En dan hopen wij natuurlijk massaal lampjes te kunnen verkopen aan de Gent-supporters. Ik ben Leslie de Keizer, ik ben van 77 en in 2001 werd MS vastgesteld bij mij. Dus ik was 23. Ik ben er nu 40 en ik heb 17 jaar MS. Ik kan me voorstellen dat dat toch een schok geeft. Ja, het is een aanvaardingsproces en ja, je moet het leren aanvaarden en je moet ermee leven. Je moet het leren aanvaarden, ja. Het is moeilijk mee te leven, maar je hebt geen weg terug, alleen maar vooruit. Het is echt moeilijk om mee te leven. Wat zijn de grootste problemen? Moeilijk stappen nu momenteel bij mij. Ik heb 10 jaar goed geweest, op stootjes gedaan, maar nu de linkse kant begint wat moeilijker te gaan. De motoriek valt wat uit. Het zijn gebreken, ja, dat in het dagelijks leven, ja, miste. Jij was ook een sportman in der tijd? Ja, ik was altijd gezwommen. Dagelijks mee sport bezig, fietsen, lopen, noem maar op. Altijd tot het uiterste gegaan. Maar ja, nu heeft het zijn beperkingen. Wat vind je nu van deze actie? KA Gent steunt MS. Ik ben heel tevreden. Heel tevreden dat KA Gent deze actie steunt. Heel tevreden. Wat zeg je nu tegen de supporters? Steun ons met Wij verlichten MS.